Wat is jullie favoriete aflevering van FC De Kampioenen? Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Junie en in deze video ga ik samen met jullie op zoek naar mijn favoriete afleveringen uit 21 seizoenen FC De Kampioenen. Besef, 21 seizoenen maal 13 afleveringen is dus gelijk aan 273 afleveringen. En uit die 273 afleveringen ga ik vandaag mijn ultieme favoriete aflevering opzoeken. Nu, jullie kunnen perfect meedoen, dus als jullie gewoon hetzelfde doen als ik, kunnen jullie aan het einde van deze video ook achterhalen welke aflevering van De Kampioenen jullie ultieme favoriet is. En we gaan beginnen bij het begin. Van elk seizoen ga ik mijn favoriete aflevering zoeken. Dus hier naast mij ziet je dus 13 afleveringen. Dat zijn de 13 afleveringen uit het eerste seizoen. En daaruit ga ik dus mijn favoriete aflevering kiezen. En jullie doen gewoon hetzelfde. Dus het kan perfect zijn dat wij dus een andere smaak hebben. Dus ik heb bijvoorbeeld, ik zeg maar iets hier, Doortje als favoriete aflevering. En jij zegt dan, oh, bij mij is het Verkiezingen. Bijvoorbeeld. Hè? En dan schrijf je gewoon uw favoriete aflevering op. En we gaan dat voor elk seizoen doen. En wat we daarna doen, dat zien jullie straks. Want het is een hele lijst dat we gaan doen vandaag om onze favoriete aflevering te ontdekken. Dus ik zou zeggen, zet u klaar, neem pen en papier bij de hand en dan gaan we samen op zoek naar onze favoriete afleveringen uit 273 afleveringen van FC De Kampioenen. Goed, zoals ik zo net al zei, we beginnen dus bij seizoen 1, uiteraard. Dit zijn de 13 afleveringen uit seizoen 1. Ik ga heel de tijd naar daar kijken, omdat daar mijn computer staat met de afleveringen en wat ik allemaal nodig heb voor deze video. We beginnen bij seizoen 1. En ja, er zijn al meteen een paar afleveringen die eruit springen voor mij. En dat is onder andere Het Record, maar ook Verkiezingen. Verkiezingen vond ik ook een heel leuke aflevering. Ik ga toch voor aflevering Het Record. Dat is ook zo wat meer, ja... Alle kampioenen steunen Pico en, allee ja, oké, okay, Xavier doet wel een weddenschap dat hij het niet gaat halen. Maar goed, dat zijn details. Dus seizoen 1, Het Record. Ja, dan seizoen 2. Ja, dat zijn ook weer heel goeie. Het leuke aan seizoen 2, er is een aflevering. Dus ik was ooit op vakantie toen ik 6 of 7 jaar was in Spanje. En er was niks op tv en ik verveelde mij. Dus ik zit te zappen en ineens zie ik iets en ze praten Nederlands. Dus ik zo, oh, leuk, hè? Nederlands op tv, ik kan volgen. En dat was FC De Kampioenen. En dat was de eerste keer dat ik een aflevering van FC De Kampioenen toen heb bekeken. En dat was aflevering Carmen rukt op uit seizoen 2. Dus die aflevering blijft wel memorabel voor mij. Maar het is niet de beste, vind ik. Er zijn echt wel goeie ook in seizoen 2. De streep, als Xavier zijn streep haalt met de hulp van Pico, Oscar, Boma en DDT. Ik ga voor de streep, ja, als Xavier sergeant wordt. Dan seizoen 3. Het seizoen waar dat Billieke geboren wordt. Dat is in de aflevering De Nieuwe Kampioen. Die vind ik niet... Nou, dat is niet mijn favoriet. Maar seizoen 3 zijn er echt wel heel veel goeie. De Schat vind ik super. Besmet vind ik ook superleuk. De Haptonoom, uiteraard. Penenboom. Miss Knalpot, de kiescampagne, Betrapt. Oh ja, seizoen 3 heeft echt heel veel goede afleveringen. Wauw. Maar ja, Besmet heb ik toch altijd, ja, heb ik ja, toch altijd iets leuker gevonden dan de rest. Dan seizoen 4, meteen ook het laatste seizoen van Pico en Oscar, helaas. Seizoen 4. Ja, dingen. Er is echt een zalige scène in de aflevering Here We Come, als ze dan de wafels bakken. Ik heb ooit een video gemaakt met mijn favoriete scènes van De Kampioenen. Je kunt ze hierboven vinden. Echt een geweldige video. Echt waar, check hem. Dat zijn mijn 10 favoriete scènes van De Kampioenen. En die wafelscène uit Here We Come komt erin voor. Dus ik ga voor Here We Come. En dan seizoen 5. Het eerste seizoen zonder Pico en Oscar, maar wel ook het eerste seizoen met Paul de Trimmery. Ja, ik zie daar Mark Macho staan. Ik vermoed dat er heel veel van jullie Mark Macho gaan kiezen. En ik zeg het, pakt uw favoriete aflevering, schrijft ze op en dan kunnen we straks ontdekken wat jullie favoriete aflevering is. En ik vermoed dat er veel van jullie Mark Macho gaan schrijven nu. Ik vind dat niet bepaald een van de beste afleveringen. Het is een goede aflevering, maar ja, er zijn er andere die beter zijn, vind ik. Onder andere, ja, de Filmster vind ik ook goed. Maar Vrouwenhandel vind ik ook heel leuk. Dat is als het DDT eigenlijk met BTW acteert. De acteur die later BTW heeft gespeeld, heeft ook in seizoen 5 een gastrol gespeeld als Mike. Een oude klasgenoot van Dimitri. En ja, die aflevering vind ik eigenlijk wel goed. Vrouwenhandel, seizoen 5. Voor seizoen 5 ga ik voor Vrouwenhandel. Ja, check. Seizoen 6, ja, dat is niet moeilijk. Daar is één aflevering die ik gewoon geweldig vind. En dat is Boom. Als DDT heel zijn garage uitgraaft op zoek naar Romeinse schatten. Dat vind ik
Ja, dat is een geweldige aflevering. En dan op het einde staat hem in het café. En dan doet Carmen deze uitspraak. En dat vind ik gewoon geweldig. Ik zoek de ontsteking. Dat is een geel draadje. Nee, een rood. Een groen. Dat is een bom, hè. En geen Scooby-Doo. Dan seizoen 7. Er zijn ook een paar goeie. De optimist vind ik super als iedereen denkt dat Boma doodgaat. Maar ook verboden vruchten vind ik leuk. Als zowel Boma, Pascal, Carmen als Xavier 3 dagen hun verslaving moeten laten om een reis te winnen naar de Dominicaanse Republiek. Oh, maar de optimist is ook wel goed. En de erfenis is eigenlijk ook. Oh, er zijn zoveel goede afleveringen, man. Echt, ik heb echt, ik weet niet of je het kunt zien. Ik ga zien of mijn camera wat kan focussen. Hallo, focus hier. Ja, ik weet niet of je het kunt zien, maar ik heb echt kippenvel. Oh, dat is echt, ja. Oh, ja, de kampioenen, I love it. Maar seizoen 7 ga ik voor... Oh, de helderzin, die is ook goed, hè. Oh, nee! Ik ga voor verboden vruchten gaan. Ja, verboden vruchten, seizoen 7. Ik ben echt benieuwd wat jullie op het einde gaan over hebben. Laat achter in de comments wat de uiteindelijk jullie favoriete aflevering is, hè. Goed, seizoen 8. Seizoen 8 vond ik eigenlijk een iets minder seizoen. Ja, ik vond het niet super, super, super. Maar als ik er toch eentje moet kiezen, vind ik... Carmen zwanger. Carmen zwanger. Seizoen 8, Carmen zwanger. Ja, dat is ook weer een gigantisch misverstand, zoals altijd. Maar eerst denken ze allemaal dat Carmen zwanger is. Dan denken ze dat Pascal zwanger is. Uiteindelijk blijkt er niemand zwanger te zijn. Allee, ja. Allee, toch niemand van de kampioenen. Dan seizoen 9. Ja, seizoen 8 was het laatste seizoen met DDT. Dus seizoen 9 is het eerste seizoen met BTW. En ja, in de aflevering Smakelijk. Zo, dus ik heb jullie verteld dat ik een video heb gemaakt met mijn 10 favoriete scènes. Op nummer 1 in die video staat een scène uit Smakelijk. Dat is zo'n geweldige scène. Echt waar, ga die video checken. Echt, link staat in de beschrijving. Ook op het einde van de video kun je hem terugvinden of in de infokaarten. Dus echt waar, check die 10 favoriete scènes. Dat is echt super. Maar Smakelijk is toch niet mijn favoriete aflevering. Favoriete aflevering vind ik hier... Er zijn echt veel goeie. Maar mijn favoriete aflevering is toch de hofleverancier. Dat is gewoon, dat is een heel originele aflevering, vind ik. Dat is weer een misverstand, maar... Ik vind dat er heel veel originaliteit zit in die aflevering. Ook Pascal wil dat alles zo Belgisch mogelijk is in die aflevering. Dus Xavier en Mark moeten innovatief te werk gaan. Dus ze maken wc-papier met de Belgische vlag. En als je doorspoelt, heb je dit geluid. Inderdaad, de Bramonson, het volkslied. Dus allee, ja, voor die originaliteit verdienen ze dus echt wel... de titel van beste aflevering uit het 9e seizoen. Voor mij persoonlijk. Dus de hofleverancier, seizoen 9. Dan seizoen 10. Het laatste seizoen met BTW. En dan de laatste 2 afleveringen. Dus voor en van rechts en totale uitverkoop komt Fernand ook eens piepen. Maar het is nog een reeks met BTW. En oh ja, daar zijn ook een paar goeie mannen. België-Holland, allee, ja, super hè. FC Kroket. Maar ik vind toch, ja, Bomeo en Julia, als de kampioenen toneel spelen, ja, dat heeft altijd wel iets. En Bomeo en Julia vind ik een heel goede aflevering. Ja, seizoen 10, Bomeo en Julia. Bomeo en Toosje! Oh, ik lag echt met mezelf, maar ik vind het geweldig. Echt waar, ik krijg kippenvel. Echt waar, ongelooflijk. Echt, god, de kampioenen doen echt iets met mij. Dan seizoen 11, het eerste volwaardige seizoen met Fernand. Ja, dat is ook een moeilijke, hè. Het ding is, ik heb hier echt 2 leuke. Vrolijk kerstfeest, maar ook jonger dan je denkt. Dat is die aflevering dat Pascal een beetje begint te flippen. En dat ze terug ineens denkt dat ze 20 jaar is. En ja, voor Pascal, om ze zo te zien, is dat gewoon geweldig. Maar vrolijk kerstfeest heeft iets meer gezelligheid. Dus ik ga voor vrolijk kerstfeest, ja. Dan, seizoen 12. Ja, hier ben ik toch verplicht van Psycho Boma aan te duiden als beste aflevering. Gewoon Boma die naar een ontwenningskliniek gaat om af te kicken van de seks. Van zijn seksverslaving met dokter Helga Botermans. En ja, dokter Botermans heeft later ook nog meegedaan in bepaalde afleveringen. En ja, dat is ook wel een heel tof personage. Dus Psycho Boma. Ja, zonder twijfel, seizoen 12, Psycho Boma. Dan seizoen 13, een ongeluksgetal. Maar niet voor de kampioenen, want het is echt een mooi seizoen. Heel veel goede afleveringen ook. Nu, Gele Limonade is de eerste aflevering waarin Maurice verschijnt. En ik vind het eigenlijk een heel goede aflevering. Ook omdat Xavier en Mark op zoek gaan naar een lekkere smaak voor de worst van Boma. Dus dat vind ik super. Maar nou, er is toch 1 aflevering die er toch iets meer bovenuit springt. En dat is Vrolijke Vrienden. Dat is als alle hippies op het veld belanden. Een Chinees met een jerrycan. Een Chinees! Seizoen 14, een van mijn favoriete seizoenen eigenlijk. Er zijn heel veel afleveringen die ik geweldig vind.
ja, café op stilte, innige deelneming als Xavier zo gezegd doodgaat. De eerste keer dat ik die aflevering terugzag na zijn echte dood van de acteur, was wel even, het is echt deze keer. Maar ja, en Viva España, ze zijn naar buitenland geweest, naar Spanje. Goh ja, Pol in de put met die lachsessie, oh, ook in mijn favoriete scènes, echt geweldig. Maar mijn favoriet is toch Zet hem op. Jan Schepens heeft daar toen een gastrol in gespeeld en hij heeft dat gewoon zo goed gespeeld. Hij speelde daar de zot, Stijn Dirks, het zogezegd jeugdliefje van Bieke. Ja, nee, hoe die aflevering ook in elkaar zit zo. Ze hebben daar met de initialen gespeeld van Bieke en Billy. En allee, ja, het is een geweldige aflevering. En ook ja, Jan Schepens heeft echt ongelooflijk goed gedaan. Op bepaalde momenten dacht ik gewoon echt dat hij zot was. Als hij in de loft van Bieke dan barbecuen is en hij is zich aan het kwaad maken omdat hij de kruiden niet vindt. Ik ga je gewoon de scène tonen, dat is geniaal. Hoe dikwijls moet ik nu nog zeggen dat je de kruiden op het aanrecht moet zetten? Op het aanrecht. Dat is toch zo moeilijk? Ah. En je hebt ze natuurlijk weer niet bijgevuld. Wie had dat gedacht? Liefste schattenbolk. Mijn geduld is dus wel bijna op, hè? Dan seizoen 15. Ja, de helft van dit seizoen gaat over het huwelijk van Mark en Bieke. Dus je ziet, aflevering 7 worden ze verloofd. Zijn ze verloofd. En dan gaat het eigenlijk allemaal over hun huwelijk, elke aflevering. Het lied vind ik ook supergoed. Dat is eigenlijk als ze dan hun openingslied voor hun openingsdans moeten zoeken. En dan allee, maken ze zelf een liedje met Miguel Wiels. En dan zie je ook K3 in die aflevering. Allee, dat was superleuk. Maar het is niet mijn favoriet. Mijn favoriet is hier toch wel de Boma Surprise. Wij gaan erop uit met appelmans en spruit. Dan seizoen 16. Ja, dat moet ik eigenlijk niet zoeken. Daar is er één die er voor mij echt uitspringt. En ik denk dat hier iedereen dezelfde aflevering gaat kiezen. Denk ik. En dat is Team Spirit. Met de Frank. Dat is een geweldige aflevering. Team Spirit, echt waar. Zonder twijfel, seizoen 16, Team Spirit. Hup, daar kunnen we heel kort over zijn. Dan seizoen 17. Dat zitten ook wel wat goeie tussen, hè. Ah, ik ben aan het twijfelen. Het ding is, je hebt ook zo de dubbelaflevering, Winterstop en Loveboat. Als de kampioenen dan allemaal verblijven op een schip, The Freedom of the Seas. Het zijn geen slechte afleveringen, maar sowieso niet mijn favoriet. Het is niet mijn favoriet. Daar zitten... Nee. Er zijn er betere. Bijvoorbeeld Spaghetti Championnais vind ik super. Maar ook kalenders, als de kampioenen een naaktkalender gaan maken. Ah, twee moeilijke. Ah, Spaghetti Championnais is natuurlijk ook wel met Willeke, het seksappilleke. En Willeke gaat graag van Billeke. Ze noemen haar niet voor niks. Willeke, het seksappilleke. En Willeke wordt gespeeld door Sandrine André en zij speelt Veronique in Familie. En ik ben ook een zware familiefan, dus... Ze speelt ook wel mee in Proost, in de aflevering Proost. Maar ik ben nu aan het twijfelen tussen kalenders en Spaghetti Championnaise. Dus ik denk dat ik toch voor Spaghetti Championnaise ga kiezen. Ja, met dank aan Sandrine André kies ik voor Spaghetti Championnaise uit seizoen 17. Dan seizoen 18. Dat is eigenlijk het seizoen waar dat Bieke zwanger is. In de eerste aflevering Leven na de dood ontdekt ze dat ze zwanger is. En in de laatste aflevering Een moeilijke bevalling bevalt ze. Goh, dingen. What's new pussycat? Boma heeft die plaat versleten, maar ik heb die aflevering versleten. Ik vond het eigenlijk zo leuk. Ook omdat je dan zo... In het gebouw van de VRT zijn ze gaan filmen en je ziet dan Markske in zo'n verschillende tv-programma's binnenvallen. Dat is... What's New Pussycat vind ik wel heel goed maken. Ja, de gok-Chinees vind ik ook wel leuk. Maar ook, ja, Dierbaar Vaderland als Markske in het leger gaat. Ja, ik denk dat ik dat ga zeggen. Ja, Dierbaar Vaderland. Ja, ik klop af. Seizoen 18, Dierbaar Vaderland als Markske in het leger gaat. Dan seizoen 19. 10! Als ik dat nu zo zie, twijfel ik tussen twee eigenlijk. De Boma Boulevard en Wie wordt de vrouw van Boma? Want ja, heel die zoektocht was ook gewoon kei grappig. Maar ja, de Boma Boulevard. Probeer Boma zo algemeen beschaafd Nederlands te spreken. Als hem zijn uitspraken in het algemeen Nederlands wil doen. Hier, check deze scène. Zalig. Hé, hey, je ziet hè, als Balthazar Boma zich ook maar 2 minuten met het probleem bekommert, dan is alles dik in de hand, dat is mijn gedacht. Dan seizoen 20, het seizoen waarin Ronaldinho zijn intrede maakt, Niels de Stadsbader. Ik ben wel fan van Niels de Stadsbader, ik hou van zijn liedjes en zo. Maar ja, toen was hem niet zo bekend voor zijn muziek, eerder uit Amica en zo. Dus ik kende hem wel en ik was wel blij dat hij ging meedoen. Ja, maar mijn favoriete aflevering, ik denk niet dat hij daarin meespeelt. Mijn favoriete aflevering van seizoen 20 is toch, ja, DDT ontsnapt. Allee, ik bedoel, na 12 jaar komt DDT terug in de kampioenen. Dat was gewoon memorabel. Dus ja, voor seizoen 20 ben ik wel verplicht om
DDT ontsnapt te kiezen. Ja. En dan het laatste seizoen, seizoen 21. Goh, ik vond dat een beetje een overdreven seizoen. Dat was zo te. Gelijk Carmen werd BV, maar dat was zo'n beetje te allemaal. Het ging er wat over. Het werd, bij dat seizoen heb ik gezegd van, het is mooi geweest, eigenlijk. Nu, dan zijn ze nog een paar jaar verder gegaan met films en een kerstspecial. Maar goed. Ja, van seizoen 21 ga ik dan toch de bende van Boma kiezen. Het is net gedaan met Goedelen. En Boma gaat... trekt de wijde wereld in eigenlijk met Maurice, Paul, Xavier en Mark. En dan maken ze van alles mee. Goed, dan hebben we van elk seizoen een favoriete aflevering. Ik ga jullie mijn tabel tonen. Voilà, zo ziet mijn tabel eruit. Hoe dat ik nu mijn selectie ga rangschikken. Nu, het ding is, we hebben 21 afleveringen. Dus als je de zijkanten bekijkt, dat raakt er niet in 21 afleveringen. Ik heb dingen moeten aanpassen. Dus er zijn 24 hokjes aan de zijkanten. Maar er zijn maar 21 afleveringen. Dus in die hokjes zet ik sowieso nog de kerstspecial bij. Want dat is ook een aflevering. Dus die mag er ook bij. En van de 4 films ga ik mijn 2 favoriete films er ook bij zetten. Film 3 vond ik eigenlijk niet goed. Vond ik echt niet goed eigenlijk. Dat was in Afrika. En dan tussen 1, 2 en 4 vind ik 2 dan ook het minste. Dus ik ga voor film 1, Kampioen zijn is plezant. En film 4, Viva Boma. Dus doe dat ook even voor jullie. De kerstspecial zetten we er automatisch bij. En kies dan je 2 favoriete films. Dus je hebt Kampioen zijn is plezant. Jubilé General, dat is als Oscar teruggekeerd. Kampioenen Forever, als de spelers gaan zoeken in Afrika. En dan Viva Boma, dat Boma dood is. En als ze carnaval gaan vieren. Allee, als ze denken dat Boma dood is. Dus voilà. Ik zet daar nog de kerstspecial bij. Film 1, Kampioen zijn is plezant. En film 4, Viva Boma. Dus kies jullie ook 2 favoriete films. Schrijf ze erbij. Dan heb ik dit tabel. Voilà, dus zo ziet mijn tabel er ongeveer uit. Ja, als jullie dat ook willen doen, ik zou zeggen, jullie hebben de blanco versie gezien. Dus neem er een screenshot van, print het, of vul het zo in, of teken het over. Probeer zoiets te doen. En dan kunt jij nu ook ontdekken wat uw favoriete aflevering is. Dus ik zou zeggen, zet de video op pauze, keer terug naar het schema, teken het over, of allee, als je een eigen systeem in je hoofd hebt, ook prima. Maar, dus voilà, dat is hoe ik het nu ga doen. Nu ga ik dus telkens moeten kiezen tussen mijn favoriete afleveringen. En we beginnen linksboven, het record of de streep. Ik denk dat ik hier voor het record ga, omdat het is zo'n beetje allen tegen Boma. En dat is zo een typisch kampioenentrekje van de beginjaren. Zo. In het begin waren ze vooral tegen Boma eigenlijk. En met de jaren hebben ze Boma in hun hart gesloten. Want in het begin kon ik Boma ook niet zo goed af. Dat was zo'n beetje zo de dikke nek zo. Ah, nu is hem nog altijd wat dikke nek, maar nu is hem echt part of the champions. So, ja, het record. En dan hebben we de afleveringen besmet en Here We Come. Ja, ondanks de geweldige wafelscène in Here We Come, ga ik toch voor besmet kiezen. Omdat dat is een aflevering die me altijd getriggerd heeft. Dus besmet. Dan vrouwenhandel en boom. Ik zei het daar straks al, boom vond ik geweldig. Vooral die uitspraak van Carmen met die Scooby-Doo. Dus ja, ik ga voor boom kiezen. Voor mij was dat ook duidelijk uit dat seizoen. Uit seizoen 6, ik kies boom. Dus boom, it is! Dan, verboden vruchten of Carmen zwanger. Ik zei het daar straks al, seizoen 8 vond ik iets minder. Dus ja, ik ga voor verboden vruchten uit seizoen 7. Goed, en dan, ja, nu is het eigenlijk wel een moeilijke. De hofleverancier of Bomeo en Julia? Ah, vind ik niet leuk, vind ik niet fijn. Dat zijn echt 2 super afleveringen, vind ik. Het krijgt van details af hangen, denk ik, in die aflevering. Ik heb weer kippenvel, hè. Ongelooflijk. Ik ga voor Bomeo en Julia. Ja. Oh, deze doet pijn. Dan, vrolijk kerstfeest of Psychoboma. Ja. Vrolijk kerstfeest vind ik super. Maar Psychoboma is een memorabele aflevering, dus Psychoboma. En rechtsboven, vrolijke vrienden en zet hem op. Ja, ik ben daar straks al zo lovend geweest over de aflevering Zet hem op. Dat ik nu niet kan maken van vrolijke vrienden te kiezen. Dus sowieso zet hem op. Dat is echt de aflevering uit seizoen 14 die mij getriggerd heeft. Dan, Boma Surprise of Team Spirit. Oh, dat spijt dat die tegenover elkaar komen te staan zo vroeg in deze rangschikking. Boma Surprise is geweldig, maar Team Spirit is echt één van mijn favorieten. Dus Team Spirit it is. Dan, Spaghetti Championnaise en Dierbaar Vaderland. Het is eigenlijk een beetje thuis tegen familie, hè. Ik bedoel, van familie heb je dus Veronique in Spaghetti Championnaise. En Dierbaar Vaderland spelen zowel Waldeck als Jacques mee, hè. Ja, oké. Okay, ongeacht thuis of familie, qua aflevering in het algemeen vind ik Dierbaar Vaderland toch iets leuker. Dus Dierbaar Vaderland. Dan, Boma Boulevard en DDT Ontsnapt. Ja, daar straks moest ik voor DDT Ontsnapt kiezen.
Puur omdat dat uiteraard de iconische aflevering uit seizoen 20 was. DDT dat terugkomt. Maar, dat is wel een keigoeie aflevering. Ja. Maar Boma Boulevard is ook wel goed. Ja, nee, ik ga voor Boma Boulevard, sorry. Boma Boulevard haalt het van DDT. En dan, de Bende van Boma of de kerstspecial. Nu, de kerstspecial, ik zeg het, het was een hele mooie aflevering. Prachtig eerbetoon aan Xavier. Maar het is, ja... Als ik moet kiezen om de kerstspecial opnieuw te kijken of de Bende van Boma, is toch de Bende van Boma. Dus, ik ga voor de Bende van Boma. Voilà, en dan aan de laatste dilemma van deze ronde. De films, Kampioen zijn is plezant of Viva Boma. Het gaat allemaal niet echt meer over voetbal eigenlijk. Allee, ja... In Viva Boma doen ze mee aan carnaval. Bij Kampioen zijn is plezant gaan ze... Ja, het gaat eigenlijk nog wel een beetje over voetbal, ja. Oké, daarom, Kampioen zijn is plezant gaat nog een beetje over voetbal. Dus vandaar dat ik kies voor Kampioen zijn is plezant. Dus voilà, zo ziet het er momenteel uit. Goed, en dan beginnen we weer linksboven, zoals altijd. Het record of Besmet. Ja, Besmet blijf ik meenemen. Het is een van de afleveringen die mij triggert. Het is ook een van mijn favorieten. Dus Besmet gaat door naar de volgende ronde. Fuck, dat meende niet, hè. Ik zie dat ik een fout heb gemaakt in mijn klassering. Wacht, er moeten een paar dingen weg. Zo ziet het er nu uit en zo moet het er eigenlijk uitzien. Oké, voilà, dan kunnen wij gewoon terug verder. De volgende twee afleveringen die de strijd met elkaar aangaan zijn Boom en Verboden Vruchten. Ja, Boom, dat is een beetje zoals Besmet. Dat is zo'n aflevering die mij altijd in toog is gesprongen, dus het wordt Boom. En dan Bomeo en Julia en Psycho Boma. Alle twee eigenlijk een aflevering rond Boma. Allee, Psycho Boma is echt rond Boma. Boma en Julia over de kampioenen, maar Boma heeft weer de hoofdrol. Dus ja, hier is het een beetje kiezen. Dan kies ik hier toch voor het groepsgevoel. En dat vinden meer bij Boma en Julia. Ondanks dat Psycho Boma een iconische aflevering is. Dan gaan we rechts naar boven. Zet hem op en Team Spirit, ja. Het ultieme duel. Ik vind Team Spirit zo goed gevonden. Waarin dat ze allemaal een beetje proberen om op een bekende voetballer te lijken. Markske op David Beckham. Xavier op Jean-Marie Pfaff. Dus ja, met pijn in het hart moet ik Zet hem op laten vallen. En kies ik toch voor een gouden aflevering. Team Spirit. Dan Dierbaar Vaderland en Boma Boulevard. Dat is een moeilijke. Ja, je hebt sommige afleveringen waar je gewoon zegt, ja, dat is hem. Dat is hem! Ik ga voor de Boma Boulevard kiezen. Gewoon omdat de plot twist op het einde geniaal is. Allee, Boma verwacht zich aan een prachtig stukje straat of zo. Allee, een prachtig stuk... Ja, landschap, straat, iets waar hij fier kan op zijn. En uiteindelijk, wat krijgt hij? Dit. Hij is toch groot? En lang? En schoon? En hoog? Kieker! Dus voilà, om Boma zijn mislukte boulevard te eren, kies ik voor Boma Boulevard. Zo, en dan de laatste combinatie van deze ronde. De Bende van Boma en Kampioen zijn is plezant. Ik ben altijd meer fan geweest van de afleveringen dan van de films. Dus als ik moet kiezen tussen een aflevering De Bende van Boma of de film Kampioen zijn is plezant, kies ik toch voor de aflevering De Bende van Boma. Voilà, en zo ziet de rangschikking er momenteel uit. En ik zie net dat er weer iets niet klopt aan mijn rangschikking. Oh, het is echt erg. Ik moet nog iets toevoegen, dus zo ziet de rangschikking er momenteel uit. En zo moet het eigenlijk zijn. Ik wist niet dat zo'n tabel maken zo moeilijk was. Maar goed, de afleveringen die momenteel nog kans maken op de titel van beste aflevering van de kampioenen. Er blijven er 6 over. En dat zijn Besmet, Boom, Bomeo en Julia, Team Spirit, Boma Boulevard en De Bende van Boma. En nu ben ik iets aan het zien en er klopt iets weer. Er klopt weer iets niet aan mijn schema, hè. Er blijven er 3 over. Per kant. Nee, zie, dat klopt niet. Mijn schema klopt weer niet, hè. Oh! Ja, oké, ik weet hoe ik het ga doen. We gaan linksboven terug beginnen. Dus Besmet en Boom. Welke aflevering? Ah! Moeilijk. Dat is heel moeilijk. Oh! Besmet of Boom? Ja, ik toch voor Besmet. Dus Besmet, Boom valt weg. Ja, dan gaan we gewoon een hokje weglaten. En dan gaan we direct kiezen tussen Besmet en Bomeo en Julia. Ja, en daar kies ik toch ook voor Besmet. Dus voilà, Besmet zit in de finale. En dan gaan we gewoon naar de overkant. En dan doen we hetzelfde. Team Spirit of Boma Boulevard... Ja, Team Spirit. En dan laten we ook weer een hokje vrij. En dan moeten we kiezen Team Spirit of de Bende van Boma. En ja, dat wordt ook Team Spirit. Dus voilà, we hebben 2 hokjes niet gebruikt. Als jullie hetzelfde systeem volgen, doe het ook zo. Tenzij dat jullie wel het juiste systeem hebben getekend. Kan. Maar ja, als je het van mij hebt overgetekend, is het ook fout. Dus sorry daarvoor. Goed, maar dus, dit is de finale. Zo ziet de finale eruit. Dus mijn... Ja, top 2 favoriete afleveringen kunnen eigenlijk zeggen dat het Besmet en Team Spirit is. Maar goed, ja, dames en heren, Team Spirit of Besmet? Het is duidelijk.
Mijn favoriete aflevering uit de 273 aflevering van FC De Kampioenen is... Team Spirit! Wat is jullie favoriete aflevering van FC De Kampioenen? Uit de 273 aflevering, welke is jullie favoriet? Als je het niet meteen weet, gebruik mijn tactiek. Maar dan iets beter. En dan komt er vanzelf uit bij je favoriet. Dus ja, laat het achter in de comments. Ik ben echt ontzettend benieuwd om te weten welke aflevering jullie ultieme favoriet is. Dit was de video voor deze week. Bedankt voor het kijken. Vergeet vooral niet om een blauw duimpje omhoog te doen. Abonneer voor meer en tot de volgende keer. Bye bye.